hartelijk welkom bij een Bijbelstudie verzorgd door Ecclesia Evangelie Corps Holland. Kwartiermakers van het Koninkrijk Israël onder het Nieuwe Verbond. Ik heb een hele bijzondere Bijbelstudie. En die gaat over een volk die zo belangrijk is in de Bijbel, dat er eigenlijk nooit over gesproken wordt. Dat klinkt een beetje cryptisch, maar het is waar. Ik ga spreken over u en mijn volk. Alleen eigen volk heb ik het genoemd. U kent wel die uitdrukking, eigen volk eerst, die vroeger gebruikt werd en waar veel ophef over werd gemaakt in die tijd. Racisme, antisemitisme, die mensen werden vervolgd, eigen volk eerst. We hebben zelfs de grondwet hebben we erbij gehaald, artikel 1. En niemand durft dat eigenlijk meer te zeggen. Nou ben ik niet een prediker die nogal bang is uitgevallen. Dus ik zeg het wel. Ik ga luid en duidelijk in deze camera zeggen. Dat ik spreek alleen voor mijn eigen volk. En daar heb ik een goede grond voor. De God van Abraham, Isaac en Jacob, dus mijn vader, heeft mij opdracht gegeven om nou eens te laten zien dat het alleen om zijn volk gaat. En aangezien ik weet dat het Nederlandse volk behoort tot een van die verloren stammen van Israël, bent u er ook bij betrokken. Dus ik spreek uitsluitend over mijn volk. Ik heb de laatste dagen een beetje zitten kijken op het internet wat predikers allemaal zo zeggen over die Bijbel. En ik moet u zeggen dat ik er ontzettend van geschrokken ben. Ze plegen namelijk allemaal plagiaat. Ze gebruiken het woord van God met een doelstelling om er zelf beter van te worden en het toe te passen op volkeren buiten het eigendomsvolk van God. Israëls God wordt niet genoemd. Hij wordt niet genoemd de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Hij wordt gebracht als een universele God. De Heer Jezus, de gezalde koning van Israël, wordt als een universele Jezus gepresenteerd. Met een universele Christus, met een universele Messias. Kortom, iedereen heeft zo zijn eigen stokpaardje gemaakt. En de een weet het nog beter te vertellen als de ander. Kortom, het is allemaal misleiding. De apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 11 vers 4 dat er een andere Jezus verkondigd wordt. Een andere Heilige Geest wordt er geïntroduceerd en een ander evangelie. Nou, in die 2000 jaar is dat volledig uitgekomen. De Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd. Velen zullen komen onder mijn naam, Jezus van Nazareth, en velen valse messiassen zullen opstaan. En velen zullen verleid worden. Heel veel christenen vandaag de dag zeggen Jezus te kennen en vervuld te zijn met de Heilige Geest. Nou, mensen, ik heb gekeken, want ik ben een dialysepatiënt en ik moet 3 keer per dag dialyseren. Dat doe ik gelukkig thuis. Dan heb ik lekker de tijd om eens even te kijken op het internet wat mensen al zo zeggen. Vooral die predikers die uit Amerika komen met hun welvaartsevangelie. De rellingen lopen me soms over de rug. Maar ook die mensen die webblads hebben, die allerlei dingen schrijven. Tegen. En die. En die. Maar ik heb nog niet één van die mensen gehoord wat dat evangelie van het koninkrijk nou werkelijk inhoudt. Daarom vind ik het belangrijk om nou eens een keer deze opname eens een keer behoorlijk van leer te trekken tegen al die valse leraren en al die theologen en al die lui die het allemaal zo goed weten. Zal ik u eens laten zien dat God maar één volk kent met de naam Israël.
En daarvoor gaan we kijken in Amos hoofdstuk 3, vers 2. De profeet zegt, door Gods geest, u alleen, Israël, heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. U alleen. Nou, dan gaan we eens kijken wat de Bijbel daar verder over zegt. Niet ik, de Bijbel. Israël wordt wel genoemd het volk van het boek. Maar omgekeerd is ook de Bijbel het boek van het volk. De openbaring van de Bijbel is meegedeeld aan Israël. De Bijbel is geschreven door Israëlieten en voor Israëlieten. Het Nieuwe Testament is eveneens door Israëlieten geschreven. Evenals Israël is de Bijbel een uniek boek. Hij is uitzonderlijk en eeuwig. De oudste boek ter wereld, het vers verspreide boek dat eeuwen door niets van zijn zeggingskracht heeft verloren. Er zijn misschien enkele minder belangrijke oude geschriften, maar die zijn nog maar kort geleden aan het licht gekomen en ontcijferd. Bovendien zijn ze alleen toegankelijk voor enkele geleerden en niet voor het grote publiek. Het boek kan echter door vele duizenden mensen gelezen worden in de oorspronkelijke talen. Wel de vraag, wie zijn Israëlieten? Telkens weer opnieuw probeer ik met mijn lezingen en bijbelstudies op het internet, via Radio Ecclesia en ook in het geschreven woord en het geven van lezingen, mensen ervan te overtuigen van het belang, let op wat ik ga zeggen, alleen de Israëliet. Dit is een van de moeilijkste lessen. Maar het heeft een zeer belangrijke plaats in het leven van elke Israëliet. Want ieder die Gods woord kent van Genesis tot het boek Openbaring, moet tot de overtuiging komen dat de hele Bijbel de nadruk legt op eerst de Israëliet. En dit is de regel die God wil dat we in toepassing brengen in ons persoonlijk leven. Waar ook maar Gods kinderen zijn bevel gehoorzamen, dan doen dalen rijke zegen op en neer. Men kan zich nauwelijks voorstellen hoe glorieus de geschiedenis van de Ecclesia, dat zijn dus weer de uitgeroepen deel van het volk Israël, die zijn lichaam vormen, het lichaam van de gezalfde koning van Israël wel te verstaan, niet van een kerk, als zij Israël de eerste plaats hadden gegeven. Als ze dit hadden gedaan. Ik kom steeds op dat onderwerp terug om onze vrienden te waarschuwen dat ze zich niet moeten laten misleiden door welsprekende bepaalde predikers op de televisie of in geschriften of van hun kerkelijke herders en professoren, die ons willen doen geloven dat Israël als volk voor God hebben afgedaan. Of dat het bevel eerst de Israëliet voor christenen voor onze tijd niet meer geldt. Deze godgeleerden zijn heel handig in het uit hun verband rukken van bijbelteksten om daarmee te bewijzen dat ze ons willen aanpraten. Ze vervangen de eeuwig blijvende en onveranderlijke waarheden van de schrift door hun eigen denkbeelden. Als de Bijbel zegt alleen, dan bedoelt hij alleen. Maar deze theologen willen ons doen geloven dat dit een heel speciaal alleen niet geldt voor u en mij. Want het eerste wat de Bijbel noemt als volk, eerste, is eigenlijk het laatste geworden in de denkbeelden en opvattingen van de theologen.
In de grond van de zaak willen ze eenvoudig niets weten van de gedachten dat de verloren schapen van het huis van Israël, om die het evangelie te brengen. Ze zeggen, de heidenen moeten eerst tot Christus komen. En die heidenen zijn dus de volkeren buiten Israël. Ze zullen niet met hun dispuut gaan, ze zullen dat niet met je doen. Je kunt hun vanuit de Bijbel bewijzen dat ze ongelijk hebben, wat ik al jaren doe, maar ze in werkelijkheid de Bijbel niet geloven. Zij geloven alleen de gedeelten die ze willen geloven. Maar deze vrijdenkers zijn niet onze grootste zorg. Want ze hebben nooit belangstelling gehad voor de evangelieverkondiging onder de 10 stammen, oftewel de verloren schapen van het huis van Israël. De Heer Jezus denkt er namelijk anders over. In Matteüs hoofdstuk 10 vers 5 tot 8 zegt hij het volgende. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun, dus dat is een bevel, zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen, naar Hottentotten, Chinezen, Marokkanen, moslims. Gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeef u liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dan zegt hij, gaat en predik en zegt, dubbele punt, let op. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat moesten ze nog meer doen? Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Punt. Dat was de opdracht. Om niet het gij te ontvangen, dus vraag er geen geld voor, zoals die Amerikanen die schappen helemaal rijk geworden zijn, of grote kerken laten bouwen, want hoe groter je gemeente, hoe meer succes je schijnt te hebben. En geef het om niet, zoals de apostel Paulus werkte zelf voor zijn eigen geld als tentenmaker. Mijn bediening rust niet op giften van mensen door te bedelen. Ik heb altijd alles zelf bekostigd. Soms krijg ik wel eens een gift, maar daar kan ik niet van leven. Maar mijn hemelse vader weet dat en zorgt op een andere manier voor mij en mijn gezin. Wat ons wel zorgen baart is dat sommige predikanten en leraren van onze bijbelscholen en gemeenten niet houden van de gedachten alleen Israël. Daar houden ze helemaal niet van. Waarom niet? Ik weet het werkelijk niet. Misschien is het omdat ze niet van Israël houden. Deze goede mensen zijn volkomen bereid zendelingen naar heidenlanden te sturen, naar Afrika, naar Azië en noem maar op. Waarvan ze enthousiast verslagen ontvangen, als iemand deze goede predikers wijst op het eeuwige bevel alleen Israël, zullen ze uitspraken van theologen aanhalen die zeggen dat Israël voor God heeft afgedaan. Waarom? Omdat, zeggen zij, de Joden tussen haakjes Christus hebben verworpen. En daarom heeft God hen verworpen. Dat is een drogreden. De consequentie is dat de Israëlieten geen recht meer hebben op voorrang en niet langer het uitverkoren volk zijn. Als jij 100 bijbelteksten aanwijst die bewijzen dat God zijn volk niet heeft verstoten, wat de apostel Paulus nadrukkelijk verklaart, nemen ze hun toevlucht tot de oude truc van hier en daar een woord uit de Bijbel aan te halen en deze heel handig te combineren tot de mengelmoes die schijnbaar duidelijk de leer van Jezus, van Paulus en van al de profeten weerlegt. Daar zijn ze heel erg goed in. Ik ben niet zo krap als deze theologen en daarom moet ik me houden aan de eenvoudige woorden van de schrift. Tussen twee haakjes is het u al eens opgevallen dat als u Israël uit de schrift weglaat, u geen Bijbel meer overhoudt. Het volk Israël. Waarom heeft God Israël als zijn volk verkozen? Dat is een oude kwestie. Waarom heeft hij hen niet verworpen toen zij zo dikwijls gezondigd hebben? Ook
dit is een oude kwestie. En het enige afdoende antwoord is dat God hen als zijn uitverkoren volk heeft willen hebben. En dat is genoeg. En weet hij wat hij wil? Ja, hij wil dat zijn wil wordt volbracht. Daarom heeft hij gezegd, eerst de Judeër. Waarom openbaart hij zich allereerst aan Israël? Waarom zond hij alle profeten allereerst tot Israël? En wat nog belangrijker is, waarom kwam Jezus allereerst tot de zijnen? Staat in Johannes hoofdstuk 1. Tot Israël. Als iemand in staat is de juiste verklaring te geven van al de geheimen van het heelal, zal hij misschien ook dit ministerie kunnen oplossen. Maar u, ook al bent u een groot professor, een belangrijk gezaghebbend persoon, u kunt de woorden alleen Israël niet uit de Bijbel weghalen. Evenmin als alle woorden die u niet begrijpt of die u niet aanstaan. Het probleem Israël speelt al een rol in de eerste christengemeente. In de hoofdstukken 9, 1 en 11 van de brief aan de Romeinen neemt Paulus de taak op zich om Gods relatie met Israël te verklaren. Dat God hen gekozen heeft, hen heeft verworpen en weer tot hen zal terugkeren. Paulus' hoofdthema is evenals dat van al de oud-testamentische profeten, dat hoewel Israël gefaald heeft, Gods woord faalt niet. Zijn handelen met Israël is een van de grootste geheimen van de wereld. De schepper en de bestuurder van het heelal wilde een volk hebben dat als medium zou fungeren voor zijn openbaring aan de mensheid. Hij koos Abraham en diens nakomelingen die we nu kennen als Israël. Waarom koos de Heere dit bijzondere volk? Ziet hij een persoon aan? Houdt hij er vriendjespolitiek op na? Zulke vragen zijn de eeuwen door herhaaldelijk gesteld. Waarom is een zeer ernstige vraag. Nogmaals, waarom? Natuurlijk is het eenvoudigste en beste antwoord, omdat God het zo heeft gewild. En wie zijn schepper, en wie zijn wij, om de schepper te vragen waarom en waartoe? Toch heeft dit mysterie menig goed christen in verwarring gebracht met alle resultaat allerlei conclusies. Zoals omdat Israël gefaald heeft om Gods bedoeling met hen als uitverkoren volk ten uitvoer te brengen, heeft hij hen aan hun lot overgelaten en een andere keus gedaan. Men zegt hiermee, God heeft een speciale voorliefde gehad voor Israël en hen buitengewoon begunstigd, maar later realiseerde hij zich welke slechte keuze hij gedaan had. En hij dankt hem af en verwerpt hem. Dat is wat. Deze gedachte is niet zo godslasterlijk, maar buitengewoon kinderlijk. En toch wordt ze door vele overigens weldenkende mensen gehuldigd. Het is niet om hun uitzonderlijke goede eigenschappen en verdiensten dat God Israël uit al de volkeren uitkoos. Nee. In feite vermeldt de Bijbel nauwelijks enkele goede eigenschappen van het volk. Meestal juist hun slechte eigenschappen. U hoeft Deuteronomie 7 vers 7 tot 8 maar erop na te slaan. Hij koos één volk en dwong hen zich te laten trainen, waardoor zij geschikt zouden worden om Gods plan tot redding van de gevallen kinderen van Adam ten uitvoer te brengen. Dat kunt u lezen in Jesaja 43 vers 21. Zij kwamen dikwijls in verzet en weigerden
uitverkoren te zijn. Dat is wat ik in mijn 40 jaar dat ik evangelist ben voor die verloren schapen altijd weer merk. Wij willen niet uitverkoren zijn. Maar God wilde hen niet hun eigen gang laten gaan. Als we nou Ezechiël 20 lezen, vers 32 staat: en wat in de zin gekomen is, zal geen zins geschieden. Namelijk dat gij zegt, wij willen aan de volkeren gelijk worden. Dat is altijd wat je ziet. Ons volk wil niet zelfstandig zijn, maar aan de volkeren gelijk worden. Als die hottentotten zich laten tatoeëren, dan doen wij dat ook. Als er achter zijn gouden beeldjes gaan dansen, doen wij dat ook. Als ze in een glazen bol willen kijken, dan doen wij dat ook. Terwijl we een machtige God hebben, met alle kennis die tot onze beschikking staat. Nee, dan gaan we eerst die piepende afgoden raadplegen. En dan buigen we ons voor Boeddha, die we kunnen kopen in een tuincentrum. Zo ver zijn wij gezakt. Wij staan toe dat moslims afgoden tempels in het land kunnen bouwen, groter en groter en groter. En als we praten over onze eigen God, de schepper van hemel en aarde, de God van Israël, wiens kinderen we zijn, wuiven we dat weg. 60% van ons volk zegt niet meer in God te geloven. Nou, dan ben je toch echt wel heel ver diep gezonken. Maar de profeet Ezechiël gaat verder. Wij willen aan de volkeren gelijk worden, gelijk aan de geslachten der landen, door hout en steen te dienen. Ja, dat is ook zo. Want die afgoden blijken van hout en steen te zijn. Kijk maar naar die Romeinse kerk met hun afgodenbeelden. De kerken hangen vol. Kruisbeelden thuis aan huis. Mensen moeten tastbare dingen hebben die je kan vasthouden. Ezechiël heeft dat duizenden jaren geleden voor zich. Wij zijn als Israël een bijzonder volk. Zij wensten geen bijzondere, geen uitgelezen volk te zijn. Als ik zeg dat wij van Israël afstammen, willen ze dat dus niet horen. Omdat zij voelen dat ze daardoor blootgesteld zouden worden aan de haat en nijd van andere volken. En dat zie je om je heen. Kijk maar in de Tweede Kamer, daar heb ik zo'n partij die DENK heet. Rechtstreeks uit de hel praten zij in die camera tegen dat Nederlandse publiek. Ze willen u knechten. En als die andere politieke partij zich verzet, de Partij van de Vrijheid, die ook maar gedeeltelijk vrij is, wordt die gehaat. De politiek is meer voor de vreemdeling in ons land als voor haar eigen volk. Een land die zijn eigen volk doodt door abortus, duizenden kinderen per jaar, waar de echtscheidingen enorm is, waar het perversiteit van homoseksualiteit gevierd wordt in Amsterdam op boten, dan ben je als volk wel heel diep gezonken. Waar 17% van dit volk vermengd is met andere volkeren en daar bastaarden uit voor hebt gebracht en hun eigen volk minachten. De Joden hebben het hier voor het vertellen. Klagen steen en been elk jaar over hun zogenaamde holocaust. Maar ik zeg hele scherpe woorden, omdat ik pleit voor mijn eigen volk, die 10 verloren stammen van Israël, die wel uitverkoren zijn. Nou, ze zijn bang voor de haat en nijd van andere volkeren, wat ook werkelijk het geval is geweest. En dat ze extra zorgvuldig zouden moeten zijn in al hun doen en laten. Want ze zouden voortdurend moeten laten zien dat ze uitverkoren waren. Het uitverkoren volk voor God te zijn betekende zeer gedisciplineerd leven, lijden, afzien van vele vreugden van het leven.
seks, drank, drugs. En beperkt worden door honderden gij zult en gij zult niets. Dat is niks. Ze zeggen tegen mij, ik wil geen christen wezen, want dat is zo saai leven. Nou, ik niet. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik blij ben dat ik die Satan niet meer hoef te dienen door te liegen, te stelen en overspel te plegen en al die andere zonden te doen. Heerlijk hoor, dat ik dat niet meer hoef te doen. Want in Lucas 12 vers 48 staat, van een ieder die veel gegeven is, en Israël is veel gegeven, zal veel geëist worden. Nou, ik ben begonnen met mijn betoog uit Amos 3 vers 2, want u alleen hebben gekend dat alle geslachten van het aardrijk, dubbele punt, en dan komt het. Als we beseffen dat wij dat volk zijn, als we dat goed beseffen, dan gaat God verder. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken. Daarom zijn onze voorvaders in ballingschap gezonden. Wegens een afgoderij, een hoerderij. 2520 jaar zijn die 10 verloren stammen al in de ballingschap. Terwijl we een volk van koninkrijk en priesters waren. We hadden het hele aardrijk in bezit. Maar we wilden niet. Wij zijn slaven geworden onder heidenvolkeren. Maar halleluja. Jezus is gekomen om dat volk te verlossen. Israël wilde zijn als alle andere volkeren. Wier goden over het algemeen zeer tolerant waren. En hun aanbidders toestonden alle lusten van het vlees te bevredigen. En geen beperking stelden aan hun vraatzucht. En hun brasserijen. En geen beperking stelde aan alle andere dingen en het bedrijven van seks en homoseksualiteit. God dwong hen telkens weer in training te gaan in zijn leerschool. Omdat ze niet genoeg geleerd hadden om hun taak ten volle te vervullen. God heeft Israël uitverkoren om zijn koninkrijk op aarde te zijn van priesters. En hij krijgt dat voor elkaar. Goedschiks of kwaadschiks. Nee, Israël heeft voor God niet afgedaan. Ten spijte van alles wat menig theoloog ons wil doen geloven. Ook deze theologen moeten nog hun laatste les leren. De les dat de verlosser van Israël, die ook de verlosser van de hele wereld, dat hij leeft. En dan, als hij zijn laatste les hebben geleerd, zullen ze ten volle bekwaam zijn om hun roeping voor wereldevangelisatie te beantwoorden. Wat God voor zijn volk heeft gedaan, hij heeft hun een wet gegeven, profeten tot hen zonden, machtige wonderen onder hen verricht, hun lijden laten ondergaan, ze verstrooiden onder de volkeren en ze wonderbaarlijk bewaard door de eeuwen heen. Is zeker niet te vergeefs geweest. Hij heeft alles gediend om dit bijzondere volk voor te bereiden op hun bijzondere roeping. Ik wil nog steeds de aandacht vestigen op al mijn lezers en luisteraars. Op het feit, hebben de Israëlieten voor God afgedaan? Al ten tijde van de apostel Paulus werd die vraag gesteld door Romeinen 11 vers 1. En Paulus beantwoordt deze vraag met een nadrukkelijk volstrekt niet. Dit zou afdoende moeten blijken. Maar sommige hooggeleerde heren schijnen zichzelf boven de apostelen te plaatsen en verklaarden in hun overmoed, wij weten beter. God heeft Israël absoluut totaal afgeschreven. En het is tragisch dat vele onwetende christenen licht gelovig genoeg zijn om dit kinderlijke gepraat te accepteren. Ik zou u willen aansporen de merkwaardige hoofdstukken 9, 10 en 11 nog eens aandachtig door te lezen van de Romeinenbrief. En daarbij door de Heilige Geest te laten spreken tot uw hart. Tot slot van mijn betoog is Zacharia 2 vers 8. Want zo zegt de Heer en de Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft aangaande de volkeren die u uitgeplunderd hebben. Want wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan.
Misschien begrijpt u nu, als ik praat alleen eigen volk, dan bedoel ik het volk Israël. Wij als Nederlandse volk stammen af van Zebulon en Friesland van Issachar. Dat volk heeft God altijd gekend. En daarom is het belangrijk dat wij terugkeren naar die gezalfde koning van Israël, die de herder en de verlosser is. Hij is gekomen om dit volk, dit ondankbare volk, wat zo ontzettend gezondigd heeft en nog steeds, om daar zijn leven voor te geven, om het te verlossen uit het koninkrijk van Satan. Dit is mijn taak als evangelist voor het verloren huis van Israël. Dit doe ik met vaste overtuiging. Ik wil dat mijn volk verlost wordt. Ik heb niks van doen met moslims. Ik heb niks te doen met Afrikaners, met Chinezen. Ik heb er niks mee te maken. En ik wil er ook niks mee te maken hebben. Ik wil dat mijn eigen volk tot de erkentenis van de waarheid komt. Dat ze terugkeren tot die gezalde koning. Dat ze werkelijk weer het koninkrijk van God op aarde worden. Want dan pas, let op goed wat ik zeg, dan pas zullen alle andere volken aan de beurt komen en niet eerder. Want als Jezus terugkomt, zal hij die heidenvolkeren hoeden met een ijzeren roede. Nu laat u nog het kaas van uw brood eten, volksgenoten. Dan gaan andere volken eerst. Denk er maar eens over na. Denk er maar eens goed over na. Eigen volk eerst. Of alleen eigen volk is beter. Omdat er daarachter een grote waarheid en een grote zegen schuilt. God heeft ons vrijgekocht om vrij te zijn. En als Jezus terugkomt, zal hij al die moslimtempels in elkaar laten storten. Hij zal al dat onkruid wat onder ons leeft, wat niet tot ons thuis komt, door engelen bij elkaar laten halen en in vurige ovens laten verbranden. Maar denk erom, er zitten ook echte Israëlieten onder die zich niet willen bekeren. Als Jezus deze gelijkenis vertelt in Matteüs 13, is dat geen fabeltje, maar een harde realiteit. Wilt u als onkruid in een oven geworpen worden? Voor eeuwig verbrand en gescheiden van God? Of wilt u eeuwig leven in het koninkrijk van God op aarde? Maar dan moet u wel bij dat volk horen. Want dat volk is door God uitverkoren. Geen ander volk op aarde kan deze plaats innemen. Daarom alleen eigen volk. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob u helpen bij de juiste keuze in uw persoonlijk leven. Amen.